Hey, tof dat je kijkt naar deze video. Ik weet het, ik zit weer in de setting van ik moet je iets vertellen. En dat klopt ook wel, ik moet je ook iets vertellen. Afgelopen weken ben ik namelijk heel druk geweest met het monteren en afronden van een nieuwe muziekvideo. En daar wil ik je graag wat meer over vertellen. Misschien is het wel leuk als je de videoclip al even hebt bekeken voordat je de rest van deze video gaat bekijken. Dus ik heb een linkje in de omschrijving onder deze video gezet. En ik zet ook een linkje hier rechtsboven. En als je die nou helemaal hebt afgekeken, dan kun je weer terugkomen naar deze video om de rest van het verhaal te horen. Nou, klik maar even op die link en dan ik wacht wel even op je. Oh, hey, je bent er weer. Cool. Kunnen we verder. Zoals je misschien wel weet, heb ik eind 2020, begin 2021 een film- en editingopleiding gevolgd bij Reducation. En in die periode kreeg ik ineens een berichtje via Instagram van een Martin. En die vroeg of ik hem wilde helpen bij het maken van een videoclip voor zijn band. Nu had ik nog nooit een muziekclip gemaakt of een videoclip. Dus voor mij is dat helemaal nieuw. Maar ja, op zich sta ik natuurlijk wel open voor nieuwe projecten. En heb ik dus gezegd dat ik ze daar wel bij wilde helpen. Ja, zo is een beetje het balletje gaan rollen. Martin heeft een locatie geregeld. We hebben een datum geprikt. En uiteindelijk zijn we gaan filmen. Ik had wel geluk dat ik dat niet helemaal alleen hoefde te doen. Samen met de band. Ik had de hulp van Jasper Ras. Die me hielp met het filmen. Die nam zijn eigen apparatuur ook mee. Waardoor we twee camera's hadden om mee te filmen. En daarnaast hielp ook mijn vader mee achter de schermen. Om wat foto's te maken. Maar ook om wat hand- en spandiensten te verrichten. Dus daardoor konden we best wel veel doen. We hadden ook echt een hele toffe locatie, geregeld door Martin. Dat was namelijk een oud metaalhandel, autosloperij. Ja, echt als je denkt aan zo'n ouderwetse autosloperij met hele grote bergen afval en autowrakken bij elkaar. En ja, dat was echt super vet. Echt een hele mooie locatie. En dat past ook heel goed bij het nummer, want het nummer heet Car Trouble. De filmdag zelf was echt super leuk om te doen. De bandleden waren super leuk en heel relaxed. Ze vonden het ook helemaal niet erg om het nummer 10 keer opnieuw te moeten spelen. De locatie was zoals gezegd echt super vet met hele mooie hoekjes en plekken om opnames te maken. En ja, de hulp van Jasper en mijn vader, dat was ook echt fantastisch. Dus die dag was echt een hele toffe ervaring. We hebben naar mijn idee hele mooie beelden geschoten. En uiteindelijk heb ik die gemonteerd tot de muziekvideo zoals je die net hebt gezien. En nu dit project is afgerond en de video live is, wil ik ook graag even de drie dingen delen die ik heb geleerd naar aanleiding van deze muziekvideo. Zodat jij er misschien ook je voordeel mee kan doen. Mijn eerste leerpunt is dat natuurlijk de voorbereiding heel erg belangrijk is. Dat je een plan in je hoofd hebt met wat je wil gaan filmen en hoe je dat wil gaan doen. Maar dat je er altijd rekening mee moet houden dat zo'n dag net even anders kan lopen dan je van tevoren had gepland. Dus hou er in je hoofd rekening mee. Dat je misschien toch niet alle shots kan maken en alle opnames kan doen zoals je die van tevoren hebt bedacht. Het tweede leerpunt is om zeker niet te vergeten om ook opnames van de omgeving te maken. Ik heb gemerkt dat ik tijdens de filmdag toch vooral druk was met de opnames van de band. En daarbij ben ik eigenlijk vergeten om ook opnames te maken van alleen de omgeving. Dus alleen de bergafval of de autowrakken of wat er nog meer allemaal te vinden was. Dat soort shots had toch kunnen helpen in de montage om het misschien nog net even wat beter in elkaar over te laten lopen. En misschien ook om nog net even die sfeer wat meer naar voren te kunnen brengen van de locatie. Nu had ik die shots niet. En ik denk dat we met alle opnames die we wel hebben gemaakt, dat we daar ook wel hele goede sfeerbeelden mee hebben. Maar het was toch fijn geweest als ik nog net even wat extra materiaal had gehad. Dus dat is zeker iets wat ik wel meeneem in toekomstige projecten. En het derde leerpunt is om de variatie in shots ook niet te vergeten. En dan heb ik dus niet over die omgevingsshots waar ik het net over had, maar echt over de kaders, dus wide, medium, close. Ik ben van nature best wel geneigd om veel wide en medium shots te filmen. Dus ik moet eigenlijk altijd heel erg actief nadenken over het maken van de close-up shots. En dan bij een muziekvideo is het dat natuurlijk niet alleen close-ups van de gezichten van de bandleden, maar ook van hun instrumenten. Gelukkig heeft Jasper er op de dag zelf wel aan gedacht. Dus die heeft echt close-ups gemaakt van de zanger, van de drumstijl, van de gitaar, van de gitarist. Dus nu hadden we wel een paar van dat soort close-up shots. Maar eigenlijk had ik er veel meer willen hebben. Dus dat is iets waar ik gewoon nog echt wat zelf ook wat meer aan moet denken. Al met al ben ik best wel tevreden met het resultaat. En hoe het hele project gegaan is. Ik ben blij met de hulp. Het was een leuke dag, leuke bandleden. Dus volgens mij staat er een hele mooie videoclip. Als je hem nou nog niet bekeken hebt, staat een linkje in de beschrijving, zoals ik al had gezegd.
En als je hem de videoclip nou tof vindt, zou ik het leuk vinden als je die ook even een duimpje omhoog geeft. Dat is ook leuk voor Martin en de band. Mocht je nou nog vragen of opmerkingen hebben over de clip of over deze video, laat het vooral even weten in de reacties. En dan zie ik je weer in de volgende video. Later! Oh, en mocht het nog niet duidelijk zijn waarom hier een Formule 1 auto staat die een wiel mist en een takelwagen van de ANWB, dat is natuurlijk omdat het nummer Car Trouble heet. En ik moet het toch een beetje aankleden, hè?